Dit is de granenflits van maandag 12 februari. Woensdag 7 februari bereikte de tarwekoers al een hoogtepunt en daarmee namen ze al voor het verschijnen van het Wasderrapport op donderdag iets gas terug. Het contract op de CBOT verloor uiteindelijk $4,22 en op de Matif in Parijs was het verlies met €1,50 per ton iets kleiner. Meest opvallend in de cijfers van de USDA is onder andere een exportverlaging van 20 miljoen bushel voor de Amerikaanse markt. En ook de EU moet er 1 miljoen ton afdoen en dat heeft alles te maken met hoge koersen en een hoogcompetitieve wereldmarkt. Dan kijken we nog even naar de wereldoogst. Die wordt weer iets hoger ingeschat, maar ook het verbruik stijgt, waardoor dat de eindvoorraad lager uitkomt. En dan deze grafiek die ik op Twitter tegenkwam. Hij toont de wereldtarweprijzen tijdens Sochi, de winterspelen, 4 jaar geleden in Rusland en nu in Zuid-Korea. En daarin zien we toch duidelijk dat we na hoge prijzen en een diep dal weer terug de goede richting op gaan.